Vandaag in de vlog mag ik iets heel bijzonders met je delen. Dit is de saaiste unboxing aller tijden. Ik blijk een goede investering gedaan te hebben. Ze schreef namelijk, hey, ik herken die stijl meteen, die is van het merk. En we hebben wat te vieren. In 2015? Ja, ik doe dit echt al heel lang. Goedemorgen, lieve, knappe, welgevormde, hompen mensenvlees. Wat leuk dat je kijkt. Ik zie er nog een beetje brakjes uit, maar het is ook vroeg. En dat is eigenlijk al gelijk de eerste overwinning van vandaag, want ik heb zo'n lamlendig weekend achter de rug. Of eigenlijk, ja, misschien de afgelopen weken wel. Ik gewoon weer helemaal mijn ritme kwijt was geraakt, wat ik zo zorgvuldig had opgebouwd. Tenminste, ik was niet helemaal kwijt. Ik werd gewoon alsnog wel om 8 uur wakker, maar dan draaide ik me weer om en dan was het soms ineens 11 uur of 12 uur. En dan raak je in zo'n vicieuze cirkel terecht, want dan is op tijd naar bed gaan ook niet echt mijn optie, want dan ben je s'avonds niet moe. Dan ging veel te laat slapen. Dan werd ik vanmorgen helemaal brak wakker, stond ik weer veel te lang op, et cetera, et cetera. Dat heb ik nu vandaag hopelijk weer doorbroken. Was in ieder geval mijn plan, mijn voornemen. Ik voel me ook gelijk al beter dan de afgelopen dagen. Ik had weer even moeilijk met mezelf. Ik zal er zo wat meer over vertellen. Maar ik ga vandaag gewoon weer aan de slag. Ik ga weer vloggen. Dat is ook fijn. Ja, de cirkel is doorbroken. Hoop ik. Voorlopig. Koffie. Ik neem gelijk het advies van Roosmarijn ter harte. Om te beginnen met de koffie. Zij vertelde in de vlog van vorige week dat zij zichzelf motiveert om vroeg uit bed te komen door gewoon in een soort één rechte lijn van de bed naar de koffieautomaat te lopen. Dat heb ik niet helemaal gedaan. Ik heb ook nog gedoucht en aangekleed. Maar ik vond het wel een goed idee om te beginnen met een bakkie. Ik heb ze ook iets meer gezet, zodat ik wel na het eten ook nog wat koffie kan drinken. Want dat hoort gewoon bij mijn ritueel. En op. Afgelopen zaterdag had ik even een dagje niet gevlogd. Het is altijd jammer als er dan iets spannends gebeurt. Maar ik was aan het wandelen en toen kwam ik een egeltje tegen dat zo aan het rondrennen was. En ik dacht eerst van, wat een grappig gezicht. Is het een paringsdans of zo? Maar toen ging ik het googlen en toen bleek dat hij in een soort, dat hij waarschijnlijk ziek was of vermoeid of dat hij misschien teken in zijn ogen had of zo. Dus toen heb ik de dierenambulance gebeld en die kwam. Nou, het was echt een heel avontuur. Ik heb er wel een filmpje over gemaakt natuurlijk. Dat staat op Instagram en op TikTok. Maar ik heb er ook heel uitgebreid soort live verslag van gedaan in mijn podcast voor Team Kijk Maar Even. Kijk Maar Even, de podcast. Dat is een podcast die ik bijna iedere week maak. Het duurt ongeveer een uur. En daarin vertel ik gewoon dingen die ik meemaak. Vaak dingen die gebeuren op dagen dat ik niet aan het vloggen ben. Of dingen die net iets te persoonlijk zijn om in de vlog te vertellen. Of nog een beetje geheim zijn. Dus die nog niet in de vlog kunnen. En dan denk je, wat is Team Kijk Maar Even? Hoe kom ik daarbij? Team Kijk Maar Even is gewoon een naam die ik heb bedacht voor de mensen die mij steunen met een maandelijks bedrag via Petje Af of via Patreon. Lid worden kan al vanaf 3 euro per maand en dan krijg je daarvoor dus een stuk of 30 podcasts die je kan terugluisteren en meer dan 60 bonus video's die je kan terugkijken. En wat natuurlijk voor mij heel belangrijk is, is dat je me er heel erg mee helpt, want daarmee ben ik iets minder afhankelijk van de advertentieinkomsten van YouTube. Die zijn de ene week hoog, de andere week laag. Ook afhankelijk van de onderwerpen die ik bespreek. En zeker nu de zomer eraan komt, gaan die weer omlaag. Dus fijn als je lid wordt, kan op kijkmaareven.com. Dan kun je mijn egelavontuur beluisteren. Maar ik heb het in de laatste podcast ook over wat te doen met cadeaus van je ex. Flikker je ze uit het raam, geef je ze terug, of koester je ze als warme herinneringen? Dat zijn de opties die ik bespreek. En de koffie is klaar. Wat een timing. Oké, ik ga even een paar uurtjes monteren. Dan heb ik nog een pakketje. Moet even de stad in. En het is weer het begin van een nieuwe maand. Dus ook een goed moment om er even over geld te praten. Eerst werk. Zonder werk geen geld. Oké,
Oké, ik heb een halve vlog gemonteerd en heel veel mailtjes beantwoord. Dus redelijk productieve ochtend. Ja, het gaat allemaal niet zo snel als ik hoopte. Maar het is eigenlijk tijd om te lunchen. Maar eerst even een unboxing. En hou je vast, dit is de saaiste unboxing aller tijden. Maar het is misschien wel een beetje in de categorie... Wat de f***? Heeft hij nou weer gekocht? Nog steeds heel veel last van mijn hand, dus ik kan niet echt... Oké, wat hebben we hier? Het komt van het bedrijf Reichelt Electronic uit Duitsland. Deze twee spannende doosjes zitten erin. Ik heb hiervoor betaald €746. Dan denk je, Bram, je moet even niet zoveel geld uitgeven, want je moet geld betalen aan de Belastingdienst. Maar dit moest gebeuren. Hey, kijk maar, staat erop. Ik kon letterlijk niet verder met werken, met mijn vlog, met mijn andere dingen, als ik dit niet had gekocht. Het zijn namelijk... Je moet toch even naar de dokter met mijn hand. Het zijn harde schijven. Opslag. Is dat dan zo duur? Ja, maar ik heb deze twee schijven ook wel echt een beetje gekocht met het oog op de toekomst. Dit is namelijk een schijf van 20 terabyte en dit is een schijf van 20 terabyte. 40 terabyte aan opslag is het. Dat is echt heel veel. Het is niet echt een spannend verhaal, maar ja, ik wil er wel graag even over kletsen, want het houdt me bezig, want ik heb hier heel veel tijd in geïnvesteerd om dit goed uit te zoeken en om dit goed te regelen. Dus. En niemand van mijn vrienden wil hier iets over horen, denk ik. Dus dan vertel ik het maar aan jullie. Ik sla al mijn vlogmateriaal op een NAS-schijf. Dat is een netwerkschijf. Die staat daar in de kast. Het is gewoon een zwart kastje met 4 schijven erin. Die schijven kun je dus vervangen door grotere als je meer opslag nodig hebt. Het fijne daaraan is dat je er van een afstand bij kan. Dus stel ik ben op vakantie, dan kan ik toch gewoon op die schijf. En het fijne is dat er een soort ingebouwde backup is. Dus stel één van die schijven gaat stuk of... 2 gaan er zelfs stuk volgens mij, dan is er niks kwijt. Dus hij houdt de hele tijd een soort interne backup bij. Ik weet niet goed hoe het werkt, ik wil dat ook niet weten. Ja, wat ik graag wilde is mijn hele vlogarchief vanaf 2015, alles wat ik heb gefilmd, op een schijf. Want zoals jullie weten heb ik het regelmatig over dingen van vroeger. En dan vind ik het gewoon heel fijn als ik zo even iets kan opzoeken en binnen een paar seconden heb ik het gevonden en zit het weer in mijn vlog. Ik vind het heel leuk om in dat archiefmateriaal te grasduinen. En ik zou het jammer vinden om dat weg te moeten gooien. Hoewel natuurlijk, ja, ik begin nu wel een beetje te twijfelen of ik alles moet bewaren. Maar ja, ik had op zich genoeg opslag om dat te kunnen doen. Totdat ik deze camera kocht. Want deze filmt en 4K. Dus dat is 2 keer zo groot als HD, wat ik eerst filmde. Dus dat is ook zeker 2 keer zo groot qua opslag. En ook nog eens best wel in een grote bitrate. En dat betekent dat, ja, dat heeft iets te maken met de schaduw en het licht. En ja, hoeveel je er nog mee kan doen, hoeveel informatie er in het beeld zit. Lang verhaal kort, dat levert ook hele grote bestanden op. Plus natuurlijk het feit, misschien nog wel het belangrijkste feit, dat ik nu 5 keer per week een vlog maak in plaats van 1 à 2 keer per week. Dat levert ook nogal veel extra materiaal op. Dus zat in 1 keer al mijn schijven vol, mijn computer zat vol, ik kon ook niks meer inladen, dus er is nu 1 vlog die staat gewoon los op een SD-kaartje. Die moet ik nog inladen. Dat kan pas als ik deze dingen heb aangesloten. Dus toen ging ik even rekenen van oké, wat moet ik dan nu kopen aan opslag? Ik kan natuurlijk wel weer een klein beetje upgraden, maar misschien is het slimmer om gewoon gelijk een hele grote stap te zetten. Toen ben ik even gaan rekenen, wat kost nou 1 vlog gemiddeld aan opslagruimte? En dat is 100 gigabyte. 1 vlog kost 100 gigabyte. Ja, sorry, maar ik had vroeger een mp3-speler met 128 megabyte. En er stonden iets van 20 liedjes op en dat was alles wat ik nodig had. Nou, sterker nog, opa vertelt, maar ik kom uit een tijd dat we diskettes hadden, of zelfs floppy disks. En hoeveel passen daarop? Iets van 80 kb of zo. Nog niet eens 1 mb. En nu hebben we het over 1 vlog die 100 gigabyte is. Maar ja, zolang ik nog niet heb besloten of ik nou alles wil bewaren of niet, ga ik het maar voorlopig gewoon allemaal bewaren. Als 1 vlog 100 gigabyte is, dan kun je dus met 1 terabyte 10 vlogs opslaan. 10 vlogs, dat is voor mij 2 weken aan materiaal. En dan met 40 terabyte kan ik dus 400 vlogs opslaan. Klopt dat nog? En met 400 vlogs ben ik dus 80 weken verder. Nou, dan kan ik ruim een jaar vooruit als het goed is. En als dan vol zit, kan ik alsnog de 2 andere schijven ook vervangen door 20 gigabyte. En als het dan vol zit, mocht iemand kijken die heel veel verstand heeft van NAS-schijven, netwerkschijven en opslag en videocompressie en die nog een fantastische tip heeft voor mij, laat het vooral weten, want ik snap niet hoe andere vloggers dit doen. Ja, of moet ik toch alles weggooien? Ja, ik durf dat niet. Ik ben toch bang dat ik dan iets weggooi waarvan ik later denk, had ik dat maar bewaard. Oké,
Het is tijd voor lunch. Ik had gisteren soep gemaakt, omdat ik niet kon bedenken waar ik zin in had om te eten. Ik had geen zin om boodschappen te doen. Gewoon, ja, mijn eigen troepsoep gemaakt met allerlei groenten. Courgette, paprika, aardappel, ui, knoflook, selderij, wortel, linzen, tomaat en champignon. Dat zit allemaal in deze soep. Het is ook weer een lekkere bruine prut geworden. Maar hij smaakt erg goed. En dit is een mooi moment om eindelijk mijn nieuwe vintage soepkommetjes uit te proberen. Zo, lekker kopje soep. Hey, dit is geen soep. Dit is de nieuwe smaak van Y-Food, pistache. Y-Food is de sponsor van vandaag en ik heb heel erg leuk en spannend en opwindend nieuws. Dit is een nieuwe smaak, of eigenlijk is deze smaak er ooit wel weer geweest, maar hij is weer terug. Pistache is deze hele zomer lang te bestellen via de website van Y-Food met mijn kortingscode voor 10% korting. Net als bij de andere smaken zit in dit ene flesje een complete maaltijd waar je urenlang een lekker vol gevoel van krijgt, waardoor je niet gaat snacken en snaaien. 26 vitamine en mineralen, heel veel eiwit, vezels, lactosevrij, glutenvrij en geen toegevoegde suikers. Nou is pistache toevallig mijn favoriete smaak als het om ijs gaat. En dan hoop ik dat die ook lekker is als Y-Food drink. Zo, lekker zeg. Het lekkerst als die even gekoeld is. Hij is lekker zoet en fris, maar heeft ook nog wel een beetje dat notige, een beetje het hartige van pistache. Handig voor onderweg, handig als je geen zin hebt om boodschappen te doen, handig als je geen zin hebt om ontbijt of lunch te maken. Pak je gewoon een flesje Y-Food, gloek gloek, en je hebt alles binnen wat je nodig hebt. Als ik jou was, zou ik hem heel snel gaan bestellen voordat hij weer weg is. Gebruik dan mijn kortingscode BramYouTube voor 10% korting op het hele assortiment van Y-Food. Linkje staat in de beschrijving onder deze video. Ik ben bijna klaar met werken, maar ik ben er wel echt eventjes klaar mee. Dus ik ga vanavond wel even afmaken. En dan ga ik nu de stad in, kaas kopen, wat boodschappen, geen snoep, geen snacks. Wel iets te eten voor vanavond. Moet ik nog even over nadenken eigenlijk. En misschien wat verse bloemen, want de meeste bloemen zijn alweer behoorlijk uitgebloeid. En even wat pokon voor mijn planten. Die zijn nu, omdat het zomer is, flink aan het groeien en bloeien. Dus die kunnen wel wat extra voeding gebruiken. En dan heb ik vanmorgen mijn korte broek aangedaan. Eigenlijk meer omdat ik wilde dat het daar geschikt weer voor was dan dat ik het wist. Of dat zo was. Het is wel een beetje fris, maar ik doe gewoon of het zomer is. Oh, dat ruimt. En ik doe ook een andere trui aan, want het grijs met groen was me iets te somber. Ik weet niet of dit heel... Ik vind dat het kan. En over vintage gesproken, ik kreeg van iemand een leuke comment vandaag over dit schaaltje wat ik in de kringloopwinkel heb gekocht met rozemarijn toen voor €3,80. Ze schreef namelijk, hey, ik herken die stijl meteen, die is van het merk Orefors. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Toen ging ik dat googlen, blue, green, glass, bol, Orefors. Toen bleek het inderdaad van ontwerper Erika Lagerbielke te zijn uit 1960 voor Orefors blue and green Louise Pedestal Bowls. En die worden gewoon op eBay verkocht voor $30, €40, £34. Dus deze is nu al 10 keer zoveel waard als toen ik hem kocht. Maar ik hou hem lekker. Toch wel warm. Hele tas vol, maar eigenlijk niet echt boodschappen gedaan. Uien gekocht en knoflook. Kipstukjes, toen ik nog dacht dat ik wilde gaan koken. Maar toen kwam ik langs de vishandel. Uw Volendammer vishandel. Toen zag ik deze paella liggen en het zag er zo lekker uit. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga niet koken, ik ga lekker dit eten. Een lekkere zak backup koffie van Simon Leveld. Het was een limited edition, de Cabiniro uit Rwanda. Fris met een zoetje. Bij de HEMA deze geweldige schuursponsjes gekocht. Die eruit zien als tompoezen. Wat een goed idee is dit zeg. Bij Kruidvat was mijn deo in de aanbieding. 4 voor een tientje.
Nog steeds duur. Postzegels gekocht. En natuurlijk een vers pakket toen ik nog dacht dat ik ging koken. Maiswafels, Cajun kruiden, cajun. Ja, hoe spreek je het nou uit? Maar de beste kruiden die er zijn. En bij de kruidval toch laten verleiden om een zakje erop te kopen. En natuurlijk waar het eigenlijk allemaal om begon. Deze lekkere kaas. Een oud belegen kaas. Ik had hem al even geproefd in de winkel en was echt heerlijk. Zo, wat een smaak. Nu al zin in mijn ontbijt morgen. En ik was bij de Dirk, omdat ik te lui was om naar de Albert Heijn te fietsen. Maar daar hadden ze dus geen pokon. Daar verkopen ze geen pokon. En ook geen bloemen trouwens. En de bloemkraam was al aan het sluiten. Ik vind altijd heel... Ik voel me altijd heel opgelaten als ik een winkel in moet die bijna gaat sluiten. Dus waar ik al die bloemen zo wat opruimen en inpakken en dan... Ja, vind ik ongemakkelijk. Ik ga even lekker die paella opwarmen. Het was inderdaad een hele lekkere paella. Nu is het alweer 8:10. Ik heb weer BoJack Horseman gekeken. Ik ben al bij het laatste seizoen. Dan denk je misschien, in de vorige vlog was je pas in het tweede seizoen. Maar ik heb een paar dagen niet gevlogd. Dus ik heb niet fulltime. Maar goed, eigenlijk heb ik wel veel te veel op de bank gelegen en Netflix gekeken. Dat verklaart ook een beetje waarom ik me de afgelopen dagen zo lamlendig voelde. En eigenlijk had ik bedacht om het daar vandaag nog even over te hebben, maar ik kan het even niet opbrengen. Zeker omdat ik me vandaag eigenlijk ook wel goed voel. Dus ik heb even geen zin om te praten over dat gevoel, maar misschien morgen. Ik had ook gezegd dat ik nog even over geld wilde gaan praten, omdat het alweer het begin van de nieuwe maand is. Verplaats ik ook even naar morgen, want ik ga nu gewoon even die vlog afmaken en dan wil ik nog even naar buiten. Want het is droog, het is niet koud, ik moet eruit. De tarwe is hier al geoogst, gedorst. Sorry, ik weet het nog steeds niet. Vorig jaar stond hier mais. Die staat nu wel hier nog steeds. Want dat wordt volgens mij pas in augustus geoogst, gerooid. Dit is nu al helemaal plat. Het is niet super warm, maar eigenlijk is het gewoon heerlijk om even buiten te zijn. Het ziet er wel naar uit dat het vannacht flink gaat stormen. Misschien morgenochtend pas. Het is nu juli. En ik ben in juli ooit begonnen met vloggen. In 2015. Ja, ik doe dit echt al heel lang. 8 jaar nu dus. En ik doe het natuurlijk echt voor de lol. Inmiddels nog steeds echt voor de lol. Maar het is inmiddels ook grotendeels mijn werk. Had ik toen nooit gedacht. En ik vind het nog steeds, soms word ik nog steeds 's morgens wakker. En dan denk ik, is dit gewoon gelukt? Is dit nu mijn baan? En eigenlijk heb ik het gevoel dat ik in maart dit jaar, dus pas 3 maanden geleden, een soort tweede start heb gemaakt. Door gewoon echt structureel 5 dagen per week te gaan vloggen. Dat was een beetje bedoeld om mezelf te helpen een ritme in mijn leven te krijgen. Al die vliegtuigen. En een van de dingen die ik toen bedacht had om mezelf een beetje een ritme te geven, is dat ik iedere ochtend gelijk moest gaan wandelen. Ik moest gelijk naar buiten, gelijk aan de wandel. Dat heb ik toen even een tijdje geprobeerd, maar dat is er eigenlijk heel snel weer uitgegaan. Dat voelde toch niet natuurlijk. En dat is misschien iets heel calvinistisch, maar het voelt voor mij toch lekkerder om te gaan wandelen als een soort beloning. Dus als ik een dag hard heb gewerkt, of gewoon een dag zacht heb gewerkt, is ook goed genoeg. Als ik iets heb gedaan, dat ik dan 's avonds lekker naar buiten mag. Lekker een stukje mag wandelen, fietsen. Even het bos in, even de natuur in. Er gebeurt natuurlijk niet iedere dag iets spannends. Er is niet iedere dag een egeltje doorgedraaid waarvoor de dierenambulance moet komen. Maar toch maak ik iedere dag wel wat mee als ik buiten ben. Maak ik altijd wat mee. Ik zie altijd dingen. En het is hier eigenlijk ook gewoon mooier en fijner 's avonds. Dan is het toch meer, zijn er minder mensen, minder hondenmensen. Het is
Dat is toch fantastisch. Kijk wat een pracht. Hoe lang kom ik hier nou al op dit veldje? Echt al jaren, denk wel meerdere keren per week. En het doet nog steeds iets met mijn hoofd of zo. Ja, toen kijk, het is een heel, heel dom klein vierkant veldje. Ja. En toch is het heerlijk. Morgen is eigenlijk best wel een hele belangrijke grote dag, spannende dag ook wel. Want dat is de afsluiting, de conclusie, het klinkt een beetje saai, maar de apotheose van een van de grootste samenwerkingen die ik tot nu toe ooit heb gedaan. Misschien wel de grootste, namelijk die met Google en nu.nl. Sowieso natuurlijk twee hele grote bedrijven op hun eigen manier. Dus dat is wel spannend, gaat het allemaal goed met de content en hoe wordt erop gereageerd. Maar ook qua omvang van het project was het heel groot, want ik denk dat ik al in april of zo het eerste mailtje hierover heb gekregen. En toen in mei was er een soort kick-off en zijn heel veel mailtjes en besprekingen overheen gegaan om tot dit resultaat te komen. Het is ook best veel content, dus het is en een YouTube shout-out die je al een paar dagen geleden hebt gezien. Ik moest 2 of 3 dagen op pad om foto's te maken met die nieuwe telefoon. Post op Instagram met 10 foto's, meerdere stories op Instagram en een heel uitgebreid interview dat op nu.nl staat. En omdat het zo'n groot project is en dat ik er zoveel voor heb moeten doen, is het natuurlijk ook de samenwerking waarmee ik misschien wel het meeste geld heb verdiend tot nu toe ooit. En dat er en heel veel geld en heel veel content en heel veel tijd en energie en allerlei belangrijke mensen bij zijn betrokken, maakt het allemaal wel spannend. En ik ben ook wel blij dat het dan morgen klaar is. Hoewel het echt een hele leuke samenwerking was. Ja, het was dus wel intensief, maar ja, gewoon het idee dat je mij een telefoon geeft en dat ik gewoon lekker die camera mag gaan testen. Ja, wat wil je nog meer? Maar het is toch wel lekker als het dan op een gegeven moment afgesloten is. Kan ik ook weer door. Morgen komt ook mijn boekhouder langs. Dus we moeten ook gewoon een paar uur lang over hele saaie geldzaken praten. Stilte is echt oorverdovend. En ik denk dat het ook komt omdat ik ben gewoon vergeten mijn AirPods in te doen. Of misschien zelfs wel om mee te nemen. Oh nee, ik heb ze wel bij me. Normaal gesproken ga ik toch wandelen met een podcast op. Daar kan ik dan ook echt zo naar uitkijken de hele dag. Dat ik een leuke podcast heb om te luisteren. En nu luister ik gewoon naar de geluiden van het bos. En dat is ook echt heel lekker. Oh, ben ik toch mindful geworden. Goed, ik ga nog even een klein stukje wandelen en dan maak ik rechtsomkeer terug naar huis. Ik zie jou maandag weer. Nee, jij ziet mij maandag weer. Ik wens je een heel fijn weekend. Laat in de comments even weten wat je gaat doen dit weekend. En dan hopelijk ben je er maandag weer bij. Kijk maar even. Doei! Zo, ik ben klein. Doe me op mijn gezicht focussen, anders.